125.000 abonnees. Dat hebben wij deze week gehaald en dat is echt super, super, super ziek. Na een paar jaar lang strijden is het dan ons eindelijk gelukt om de fantastische mijlpaal 125.000 abonnees te halen. Oh, echt wauw. Ik heb nog steeds niet echt mijn woorden voor. Ik vraag jullie vriendelijk om deze video af te kijken. Groot worden op YouTube word je niet zo heel snel. Ik noem mezelf ook nog niet groot. Ik noem mezelf nog niet bekend. Ik noem mezelf nog niet eens populair of zo. Om zo maar even te zeggen. Timo en ik hebben een paar jaar lang heel hard gestreden om de 125.000 abonnees te halen. Het begon als een vlogkanaal. Timo en ik hadden nog maar 2000 abonnees. Abonnees is natuurlijk heel erg veel. Maar je moet natuurlijk wel gewoon blij zijn met hoeveel abonnees je hebt. We zijn doorgegaan. We zijn verder gegaan. We gingen samen een gamekanaal starten, genaamd een gamekanaal. Toen het gameportaal. Je moet heel veel motivatie hebben om een beetje groot te worden op YouTube. Je moet jezelf kunnen optimaliseren. Je moet laten zien aan de kijkers dat jij heel veel plezier hebt in video's maken op YouTube. Om zo maar te zeggen, ik ben dagelijks iets van 5 à 6 uur met YouTube bezig. En daarna heb ik nog familie, vriendin, vrienden en al die dingen. En het is gewoon super belangrijk om tijd te maken hiervoor. Mensen zullen zien dat je heel veel tijd in deze video's stopt. Mensen zullen zien dat je het leuk vindt om YouTube video's te maken. Zelf heb ik natuurlijk best wel veel haters. Heel veel mogen mij niet omdat ik te druk ben. Heel veel mogen mij niet omdat ik zogenaamd arrogant ben, om zo maar te zeggen. Maar die moet je gewoon negeren. Ook al heb je 10 dislikes en 20 likes op je video's ofzo. Je moet altijd kijken naar de likes. Want dat zijn gewoon 20 man. Je ziet dan dat je op dat moment 20 mensen hebt geëntertained. Dat is gewoon echt super knap. Dat is gewoon echt super veel. En dat hebben wij natuurlijk ook gehad. Dat hebben Timo en ik gehad. Wij hebben ook nog maar 5 likes gehad bij het begin. Maar we zijn doorgegaan. Mensen vonden ons. Mensen vonden onze video's leuk. Mensen bleven hangen. Mensen gingen abonneren. Zo kreeg je een hele grote fanbase. Ook zagen wij dat steeds de views omhoog gingen. Want wij begonnen ook met 10 views. Wij begonnen ook met 100 views. Wij begonnen ook met 1000 views. Als je door gaat strijden met het maken van video's, kom je er vanzelf wel. Zoals op dit moment hebben wij gewoon de 125.000 abonnees gehaald in 4 jaar tijd. Waarom 4 jaar tijd? Nou, dan zitten wij... Wij zitten 4 jaar lang dus in de game-industrie, om zo maar te zeggen. Het is gewoon heel erg belangrijk als jij gewoon je haters negeert. Het is zoiets, je moet niet kijken naar de dislikes. Je moet gewoon kijken naar de likes. Je moet kijken naar de comments. Vinden mensen je leuk? Je moet niet dislikers zien als haters. Want dat zijn ze misschien nu. Misschien vonden ze gewoon die video niet leuk. Zoals ik heb soms wel 300 dislikes en ik zit zo van, oké, care. Meer dan 2000 mensen vinden de video wel leuk. Ik heb heel veel video's gezien die gaan over dislikes en likes. En die zeggen dat dislikes weg moeten. Ik vind niet dat dislikes weg moeten. Waarom? Omdat je kunt zien dat mensen die video niet leuk vinden. Je kunt het dan zien als feedback. En je kunt dan zien dat je jezelf kan optimaliseren. Je kan je content dan beter maken. Omdat een aantal mensen bijvoorbeeld je video's niet leuk vonden. Misschien later als jij je content geoptimaliseerd hebt. Vinden mensen misschien je video's wel leuk. Je moet niet gelijk dislike als haters zien. Ik was vroeger ook bang voor dislikes. Even serieus. Ik was heel bang voor dislikes. En als ik 3 dislikes had, deed ik de likes en dislikes uit. Dat was in de tijd van Ronald Vlog. En toen dacht ik zo van, wat maakt die 3 dislikes nou uit? Ik heb gewoon 20 likes die je video wel leuk vinden. Het is gewoon heel erg belangrijk ook om je content te optimaliseren. Ik zeg niet dat het moet. Want je moet gewoon je eigen ding blijven doen. Soms moet je gewoon wel je content optimaliseren. Zoals je moet een editen in je video's. Je moet een facecam links of rechts bovenin plaatsen. Maar dat raad ik trouwens wel aan, een facecam. Zodat je kanaal wat meer herkenning krijgt. Herkenning zo van, wie is nou de persoon achter het kanaal? Eerst deden Timo en ik ook geen facecam. Maar toen dachten wij zo van, wat als wij dat gaan toevoegen in onze video's. En sindsdien vinden dus mensen onze video's ook leuk. Want ze merken meer persoonlijkheid. Als ik jullie was, zou ik gewoon heel veel persoonlijkheid in je kanaal toevoegen. Doe af en toe een vlogje. Doe af en toe een parodie. Doe af en toe gewoon een gameplay met een facecam bovenin. Waarom maak ik deze video? Omdat wij de 125.000 abonnees gehaald hebben. En ik zeg gewoon nu dingen die ik heb geleerd in de afgelopen tijd. Ik vind het gewoon super belangrijk om te laten zien hoe wij gegroeid zijn met YouTube. Hoe wij de 125.000 abonnees hebben gehaald. En ik wil jullie dus motiveren door om gewoon verder te gaan met YouTube. Gewoon je ding blijven doen. Want dat hebben Timo en ik ook gedaan. Dit is niet een video die je gewoon zo kijkt. Maar dit is gewoon een video die je op de background luistert. En gewoon even goed nadenkt. Heeft Ronald gelijk? Ben ik bang voor haters? Ben ik bang voor dislikes? Waarom kijk ik naar de dislikes en niet gewoon naar de likes? Dat is het belangrijkste, jongens. De mensen die je video's wel leuk vinden. En negeer gewoon de fucking haters. Gewoon negeren. Gewoon je eigen ding blijven doen. Ik raad jullie allemaal aan om gewoon je eigen ding te doen met YouTube. Maak gewoon een keer een vlogje. Maak gewoon een keer een parodie. Negeer de dislikes. Wil jij nog beginnen met YouTube? Neem dit dan op als een motivatie om verder te gaan. Zeg ik bedankt voor de 125.000 abonnees. Dat betekent heel veel voor mij en Timo. En natuurlijk de rest van de crew. Want zonder hun waren wij hier nooit gekomen. Heb je nog niet geabonneerd en je wilt meer van ons zien? Druk dan op het rode knopje. Vind je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Zeg ik bedankt voor het kijken naar deze video's, jongens. En tot de volgende keer. Doei.